Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe ervaring van Weer Over. Het is vandaag donderdag, 9 uur. Ik ga even mijn lens in doen hoor. Kan ik tenminste zien wat ik zeg? Het schijnt dus dat contactlenzen nog wel gewoon veilig zijn om te dragen. Zolang je niet ziek bent, las ik toevallig gisteren ergens op internet. Dus dat is fijn, want ik vind een bril niet zo fijn. Kijk, dat is beter. Ik kan tenminste wat zien. Misschien dat ik het beter uit kunnen laten. In ieder geval, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben dus net in bed. En dat is wel een dingetje hoor, met deze coronacrisis. Normaal gesproken stond ik altijd om 7:15 op. Maar nu Daphne en ik allebei thuis werken. Ik weet niet. Ik word wel om 7:15 wakker. 7:00 eigenlijk al wel. Maar dan denk ik, ach, ik kan nog wel even blijven liggen. Maar ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Volgens mij gooi je dan je hele ritme in de war. En je mist ook gewoon een uur van je dag. Dus eigenlijk wil ik wel gewoon proberen om er gewoon elke dag op zijn normale tijd uit te gaan. Hoe gaat het bij jullie? Werken jullie vanuit huis? Zo ja. Sta je nog steeds op de... Jezus, mijn haar. Wat een vogelnest. Wat wil ik zeggen? Oh ja, als jullie vanuit huis werken, sta jullie dan nog op de normale tijd op? Of wil jullie het ook wat rustiger? Laat het even weten in de comments. Ik ga nu even ontbijten. Oh, ik moet nog steeds aan wennen dat onze koelkast nu hier is. Die stond eerder daar in de berging. Een van de oude koelkast wat hier nog achter was gebleven. Maar we hebben laatst zelf onze koelkast geïnstalleerd in het kookeiland. Dat heeft heel erg lang geduurd, want het was heel lastig. Er zat een heel lastige instructie bij. Maar eindelijk hebben we dat nu gedaan, omdat we wat meer tijd hebben. Is die koelkast ook geïnstalleerd, dus nu hebben we hier de koelkast staan. En dat is wel echt wel super chill, maar ik moet er dus nog wel rennen. Ik ga ontbijten met yoghurt en met dit. Granola met cacao, kokosnoot en allemaal andere. Dat is echt super chill, van Eat Natural. En die is heel lekker. Ik ga zo even aan het werk. Ik hoop dat ik altijd een beetje op tijd af heb. Want donderdags is het af en toe vrijdag. Dus misschien dat we dan in het huis bezig kunnen. Dat zou wel fijn zijn. Wij zijn even aan het wandelen met Booba. Maar ik vertelde net tegen mensen dat ik nu met de corona het wel lastig vind. Om gewoon op de normale tijd uit bed te gaan. Hoe ervaar jij dat? Vind je dat ook? Ik zet gewoon mijn wekker en dan gaat het wel goed. En ik moet natuurlijk die les online aan hebben staan, dus dat wil wel. Oké. Nee, ik weet niet, als ik aan de wekker word, heb ik wel zoiets van, nou, ik kan nog wel even blijven liggen. Nee, ja, ik heb wel zoiets van, ik wil eruit. Oké. Vandaag had ik wel iets meer moeite mee, maar normaal. Dan heb ik wel iets van, nou, ik ga eruit. Ja, als jij dat... Maar ik denk wel dat jij dat niet hebt. Ik had ook gezien dat jij langer bleef liggen. Oh, okay. Ja, wel langer dan normaal, want normaal moet ik om 6:30 uit. Ja, precies. Nu pas om 8:00. Ja. Maar 8:00 vind ik wel een hele mooie tijd om eruit te gaan. Ja, oké, maar normaal gesproken ben ik er wel 7:30 uit. En nou is het echt al wel vaak 8:00 of zelfs 8:30. Vanmorgen was het zelfs 9:00. Maar je gaat dus ook wel later uit, maar dat is dan meer... Maar dat doe ik bewust. Ja, ik meer in verband met... dat een keertje kan. Ja, precies. Maar dat is dan meer in verband met de reistijd die je normaal zou hebben. Ja. Oké. Okay. Het is trouwens wel heel erg lekker weer. Kijk, het zonnetje schijnt lekker, lekker blauwe lucht. Lekker rustig op straat ook. Ja, ik denk dat als je zacht gaat, het dan nog lekker wordt. Wat wil je? Als je echt om 7:00 gaat of zo, dan is het echt zo dat de zon nog opkomt. Dan ja. Is het echt wel een mooie vogels beginnen of zo. Ja. Dat is ook heel mooi. Maar dan is het nog wel heel koud. Ja, dan kan wel je motivatie zijn om eruit te gaan. Wat bedoel je? Als je eruit wilt gaan, dan zo. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ga je dat ook doen dan? Ga het elke ochtend om 6:30 uit? Nee, doei. Dat doe ik normaal al. Ja, daarom. Dan gaan we nou wandelen. Booba. Oh, er komt even een andere hond aan. Zit. Rustig. Het is gewoon maar een andere hond. Goed zo. Nee, rustig. We hebben deze bal gisteren teruggevonden tijdens het opruimen. En er zitten dus brokjes in voor Booba. Waar zie je hem er druk mee zijn? Leuk hè? Dan kun je dus lekkere brokjes in doen en dan zijn ze rolls.
Dan komen ze eruit. Maar hij vindt het echt helemaal te gek. Zie je dat? Dan komt er wat uit en dan kan hij stop eten. En daarna gaat hij weer verder. Ik ben benieuwd hoe lang hij dit volhoudt. Poepa straks de hele dag aan het wandelen met dat ding. En dan hoef je ook niet meer uit, dat scheelt. Dan heb je je beweging wel gehad. Wij zitten hier heerlijk in het zonnetje buiten met de lunch, want dat heb ik al verdiend. Ik heb de vlog helemaal geëdit. Het is toch helemaal niet zo heel laat? Wel laat. Ja, 3 uur of zo, maar in ieder geval staat hij... Sorry. Hij bedoelde vanwege lunch, het is geen 1 uur of zo. Nee, maar ik bedoel dat mijn vlog online staat en geüpload is. Mm. Gisteren was het iets van 8:30 of zo en nu staat hij gewoon op tijd klaar. Dus mag ik even een schouderklapje? Ja. Net heb ik daar wat meegemaakt, jezus. Ik ga het even proberen zo kort mogelijk uit te leggen, maar ik zat binnen, was aan het editen en ik hoor ineens echt een gigantische knal. Dus ik kijk naar buiten, ik zie daar een of andere bedrijfsbus staan op de weg. En ik denk, oh, die is dan vast tegen die vuilniscontainers aangereden, want die stond nog aan de straat. En toen reed die bus dus weg en toen zag ik echt een gigantische deuk en kras en van alles in de auto van de buurman zitten. Dus ik heb er geen seconde over nagedacht. Ik ben gelijk naar buiten gerend om achter die auto aan te rennen. Want die reed echt super hard weg. En toen kwam er een meisje aan fietsen. Ah, ik heb het kenteken, ik heb het kenteken. Dus toen hebben we even gegevens uitgewisseld. En ze hebben bij de buurman aangebeld. En die heeft nou de politie ingeschakeld. Maar jezus, hoe kun je dat doen? Helemaal in dit soort tijden. Het is toch wel een beetje een tijd dat je een beetje solidariteit voor elkaar hebt. En dan gewoon verder rijden. Jezus, wat ben je dan van eikel? Wat hebben jullie vandaag allemaal meegemaakt? Hebben jullie ook zoiets shockings meegemaakt? Of was het gewoon even een rustige, relaxte dag? Ik heb mensen met mondkapjes. Oh ja, jij hebt ook wat bijzonders meegemaakt. Ja, jij bent en supermarkt. En elk winkelwagentje werd schoongemaakt. Ja, is wat, hè? Het is wel echt even met je neus op de feiten gedrukt, zoals je dan die supermarkt inkomt. Ja, ik ben niet mee geweest, maar dat mag niet meer. Maar het was dus echt wel heftig. Corona-wereld. Ja. Waar ik trouwens ook wel benieuwd naar ben, is of jullie, als jullie een ongeluk zouden hebben en je denkt dat niemand gezien heeft, of je dan doorrijdt of dat je toch even stopt en kijkt of je iemand kunt vinden waarvan de auto is of een briefje achterlaat of zo. Nou, weet je. Ik heb toen een keer een briefje erachter gedaan. Ja. Maar dan ben je best wel, en dat was best wel duur. En dan ging de verzekering ging dat dan wel uitkeren. Maar je gaat dan achteruit in je jaren. Ja, dat en wel. En dan betaal je dus heel veel in de maand meer. Dus het is wel netjes om te doen. Maar het is best wel jezelf een beetje zo van shit. Ja, tuurlijk. Maar... Dus stel dat het dan een klein deukje is. Dan ga je daarvoor, het is altijd heel duur. Dus dan ga je er wel voor achteruit. Terwijl het kleine deukje, die persoon laat dat misschien niet eens maken. Nee, oké. Okay. Dat kleine deukje dan, als je hem echt... Ja, ik zou het denk ik nog steeds wel doen, maar het is wel... Nou, als je hem echt een klein beetje tikt, dan weet ik het niet hoor. Maar dit was echt, nou die hele dit auto... Dit is echt, hier, de zijkant zit in elkaar. Ja, geloof mij, zat echt helemaal in elkaar. De hele, het hele zijportier was helemaal ingedeukt. Had ik echt wel aangebeld hoor. Ik heb even een rondje door de stad gelongboard. Het is namelijk echt super lekker weer. En volgens mij mag je gewoon nog longboarden, dus... Als je maar in je eentje bent, I don't know, geen idee. Doe het gewoon. Maar het is wel gek om Almelo zo leeg te zien, joh. Het is echt, wat is het vandaag? Donderdag, ja. Koopavond, het is nog geen avond, maar donderdag is normaal wel een drukke dag, volgens mij. En nu is er gewoon echt niks te doen. Of niks, ja, er lopen nog steeds wel mensen. Ook mensen met mondkapjes trouwens, dat is ook wel apart om te zien. Ik heb toch wel het idee dat... Sinds maandag, sinds die tweede verscherpte maatregelen zijn gekomen, zeg maar, dat het nu nog wel weer serieus wordt genomen. Al moet ik wel zeggen dat er nog steeds wel mensen waren die geen afstand namen. Dus dan even stond op mijn longboard, even stond te wachten. Er waren toch nog steeds wel mensen die best wel dichtbij komen. Dan vind ik dat voor mezelf niet zo erg. Maar toch, een beetje gek, want ze doen het ook bij oudere mensen dan waarschijnlijk. Dus, I don't know. Als je dit ziet... En je voelt je aangesproken. Hou meer afstand. Ja, het is wel echt super lekker weer trouwens. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker een rondje longboarden. Ik heb de hele dag binnen gezeten. Een auto. Goed, ja, dit lukt. En nou even naar buiten een frisse neus halen.
Maar nu ga ik ook weer terug richting huis, want als het goed is, heeft Daphne de appeltaart klaar. En daar heb ik natuurlijk wel heel erg veel zin in. Dus ik hoop dat Daphne hem nog niet helemaal heeft opgegeven alleen. Precies op tijd terug, want de taart is af. Wat voor taart is het? Notentaart met honing. Ah, ziet er wel erg lekker uit. Dit is allemaal spijs of wat is het? Nee, bloem met spijs en... Er zit wel spijs door. Bloemspijs en eidooien. Oh ja, ziet er goed uit. Is wel goed gelukt. Wacht, hè? Ja, je bakt maar wat af tijdens de hele coronacrisis. Oh nee, ik heb toch wel kokosmacronen gemaakt. Die zien er ook wel goed uit. Ja, ja. Lekker bezig. Wat gaat Annie nog eten? Oh ja, dat moeten we niet hebben. Appeltaart in de la. Erg verstandig idee. Niet? Weet ik niet, ziet er zo gek uit. Ik heb heel vaak aan het kijken. Ja, dat kan vast. Het smaakt lekker, ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er wat donders lekker uit. Ja, dat is al gelukt. Mmm, het is nog lekker warm. Je proeft dat spijs heel goed. Ja, lekker man. Ja, hou je daarvan? Ja, jij daar niet van? Nee, eerder was dat, vond ik dat nooit lekker, maar op deze manier wel. Oh, ik vind het echt heel lekker. Donder is goed gelukt. Ja, daar ga ik echt van genieten. En ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Wat een leuk bruggetje. Oh. Als het zo was, geef me even een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren en dan zie ik jullie. Dat is wel een beetje traditie, hè? Dat jij dan het duimpje omhoog doet. Ja, maar nu moet je gewoon zo. Oh, nou moet gewoon zo. Ja, maar nou ben je met je mond vol. Vergeet dus ook niet te abonneren en dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe. Het waait wel weer over. Doei!